Hofpresident Iwan Rasulbaks heeft vandaag een beroep gedaan op 5 pas beëdigde advocaten om zich meer in te zetten voor civiele zaken binnen het beroepsgebied. De vraag naar civiele zaken is namelijk heel groot. Rasulbaks sprak tot 5 beëdigde advocaten, Henry Lucien Henaar, Maisa Wijngaarde-Ooft, Peggy Yolanda Chan-Yonshu, Alimuddin Nasrullah en Yaisa Marte Leerdan. Ik geef u nog het volgende mee bij een goede uitoefening van uw beroep. Maakt u goede en duidelijke, het liefst schriftelijke, betalingsafspraken met uw cliënt ter voorkoming van onnodige tuchtklachten. Blijft u altijd bereikbaar voor uw cliënt en bespreek de te ondernemen stappen regelmatig. Wekt u geen verwachtingen op dat u de zaak zal winnen, omdat u slechts een inspanningsverplichting op u kan nemen en geen resultaatsverplichting. Het woord is aan die rechtspreker, aan de oordelaar. En het laatste woord is in beroep in een samengestelde kamer. Rasulbak zegt verder dat het van belang is dat advocaten een goede administratie op nahouden van hun dossiers en zittingafspraken. Met de nieuwe ICT-mogelijkheden is het naar zeggen van de hofpresident heel belangrijk dat juristen een werk-e-mailadres hebben waarop zij het heel traject van hun rechtszaken kunnen volgen. De civiele sector hoopt in april 2022 een digitale zaaksregistratiesysteem te implementeren onder de naam CIFAR, staat voor Civiele Algemene Registratie, afgekort CIFAR, om op een transparantere wijze van het procederen mogelijk te maken en een vlotte wijze om zaaks- en managementinformatie beschikbaar te krijgen. In dit verband is er een implementatiecommissie door het Hof geïnstalleerd onder leiding van rechtermeester Xu. De commissie zal aanstonds instructies uitvaardigen voor het indienen van civiele zaken op de griffie der kantongerechten. Volgt u deze instructies stipt op, zodat er bij het indienen en het verkrijgen van een digitale zaaksregistratienummer geen oponthoud ontstaat. Rasulbak zegt verder dat het verloop van rechtszaken stippelijker zal worden gecontroleerd door de moderne technologie. De rechtsgeleerden verzochten de nieuwbakken advocaten niet te vergeten dat er een bepaalde mate van vertrouwen in hen is gelegd.